Ondanks zijn niet extreem knappe uiterlijk is het Gio Latoy in de loop der jaren toch gelukt om een aantal knappe blondines aan de haak te slaan. Het voordeel of nadeel van een vlogger is dat al zijn relaties publiekelijk bekend worden, omdat ze ook dagelijks in de vlogjes van Gio komen. Het eerste vriendinnetje sinds zijn bekende online leven is de in Dirksland geboren Jultje Tieleman. De twee kenden elkaar van de middelbare school en hebben twee jaar lang een relatie gehad. Van 2016 tot en met 2018. Destijds woonden ze maar één dorpje van elkaar vandaan, Gio in Oude Tongen en Jultje in haar geboorteplaats Dirksland. Voor hun relatie had Jultje nog helemaal geen bekendheid, ook zij heeft dus haar bekendheid te danken aan een succesvol YouTubertje. Toen mevrouw eenmaal genoeg bekendheid had gegenereerd, heeft ze de grintegel verlaten en is ze onder andere met Koen van Heest, bekend van de bankzitters, samen geweest. Hoewel de relatie met Aisje voor Gio zijn kortste was, is ze wel veel aanwezig geweest in zijn vlogs toen hij nog woonachtig was in Rotterdam. Het voormalig stel heeft het ongeveer één jaar met elkaar weten uit te houden, totdat in augustus 2019 de break-up video online kwam. De meest recente ex-vriendin van Gio is Jade Anna van Vliet. De twee kregen enkele jaren geleden een relatie toen Jade nog minderjarig was. Uiteraard komt Gio hierdoor rekenen op veel kritiek van zijn volgers. De twee hebben het toch lang volgehouden en zijn zelfs nog bij elkaar gekomen na de eerste relatiebreuk. Inmiddels heeft Jade Ajax speler Kenneth Taylor aan de haak weten te slaan en is ze erg actief op haar social media. Hoewel ze nog geen ex-vriendin is van Gio, kan het zomaar zo zijn dat ook zij binnen enkele jaren uit elkaar gaan. Gezien Gio zijn patronen bij zijn voormalige vriendinnetjes, houdt hij het niet langer vol dan een paar jaartjes. Het stel is momenteel nog erg gelukkig, alleen voor hoe lang nog.